Wat zou er zijn gebeurd als de Carpathia niet in 1918 was gezonken? De Carpathia was het schip dat de Titanic heb gered. De Carpathia, ja, het ging eigenlijk wel gewoon goed. Tot en met 1912 was er gewoon een schip die passagiers en spullen vervoerde. Totdat in 1912 ze een bericht kreeg van de Titanic. De Titanic was tegen een ijsberg aangevaren en zonk heel erg snel. De Carpathia moest ingrijpen. De Carpathia haalde het bij de Titanic en kon nog meer dan 700 mensen redden. En ja, en dan was het eigenlijk wel wat er in 1912 was gebeurd. En voor de rest, de jaren daarna, ging het ook gewoon goed. Tot in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Toen vervoerde de Carpathia soldaten en spullen voor de soldaten. Het ging eigenlijk allemaal wel goed, totdat in 1918 toen werd gespot door een Duitse onderzeeër. Maar gelukkig ontweek ze de torpedo's en zonk ze niet. Uiteindelijk in 1918, toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen, ging ze weer verder en vervoerde ze gewoon weer mensen en spullen. Het ging gewoon goed. Het was gewoon een populaire klein schip wat gewoon je spullen vervoerde en mensen. En het ging gewoon allemaal goed. Totdat in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De Carpathia hoefde nog niet meteen mee te werken. Maar later, volgens in 1940, moesten troepen gaan vervoeren, de soldaten. En deed ze eigenlijk hetzelfde werk als in de Eerste Wereldoorlog. Het ging allemaal gewoon weer goed. Totdat in 1942 ze werd gespot door een Duitse onderzeeër. En er werd een torpedo afgevuurd. Maar gelukkig raakte die de Carpathia niet en ging gewoon verder. Dus in 1942 ging ze daarna gewoon weer verder. In 1945 zou het echt misgaan. Ze was gewoon aan het varen en had best wel veel troepen aan boord. Meer dan 1000 soldaten. Voor zo'n klein schip was dat best wel veel. En er waren ook nog eens meer dan 500 normale passagiers aan boord. Maar gelukkig waren er wel genoeg reddingsboten aan boord. De onderzeeër zag de Carpathia. En hij wachtte lang totdat hij het torpedo afvuurde. Hij vuurde 3 torpedo's af. Eentje raakte de achterkant van de Carpathia. De andere raakte ook de achterkant van de Carpathia. En de andere miste. De Carpathia zonk heel erg snel. Ze gingen snel reddingsboten naar beneden laten gaan. Maar de Carpathia zonk echt heel erg snel. En de schoorsteen brak al af. Het leek niet goed, maar gelukkig waren vooraan ook nog reddingsboten. Ze besloten alle reddingsboten het water in te gooien en zelf het water in te springen. Dat hielp en eigenlijk alle mensen die hebben het overleefd, want die zaten in de reddingsboten. En de anderen, ze lagen nog wel in het water, maar ze wisten hoe ze konden zwemmen en hadden reddingsvesten aan. Dus gelukkig is er niemand overleden. Maar er zijn wel heel veel spullen kwijtgeraakt. Op dit moment waren er nog wel een paar mensen op de Carpathia hier, waar je dit habertje nu ziet. Maar die hadden ook reddingsvesten aan en wisten ook hoe ze moesten zwemmen. Dus er is niemand omgekomen. Dus dat is heel erg mooi. Maar er zijn wel heel veel munitie en geweren verloren. De Carpathia was een oud schip.
Hij was al in dienst rond 1900. En dus gewoon ook al met goede beveiliging. Gewoon de kracht van twee moderne torpedo's was gewoon te veel voor de Carpathia. En daar lag ze dan, de Carpathia. Gelukkig is er niemand omgekomen, maar wel heel veel munitie kwijtgeraakt. Als je deze video leuk vond, doei!